We staan hier bij de portretten van Annemiek van der Kuil. En ik wil jou vragen, wat heeft jou ertoe bewogen om deze portretten te maken? Als ik reis, ik zie iemand, daar heb ik een klik mee. Gewoon het gelijk, dat ik denk, oh, dat is zo'n mooi iemand. En wat het dan precies is, weet ik niet. Maar ja, dat is gewoon een persoonlijke klik. En dan wil ik ze fotograferen, dan wil ik ze vasthouden, dan wil ik ze mee naar huis nemen. Ja, en zijn deze foto's zijn in verschillende landen gemaakt? Ja. Kun je daar wat over vertellen, waar deze mensen ontmoet? Eigenlijk, hè? Nou, het grappige is wel ook dat ik zie dat als mensen naar deze foto's kijken, dat iedereen ze vrij snel ook wil plaatsen in waar komen ze nou vandaan. Dus ik onthoud het ook wel, maar soms denk ik van ja, het is een soort van typering die we dan zoeken of zo. De meeste van deze foto's zijn India, Nepal, Namibië en Kenia. En hoe heb je deze selectie gemaakt eigenlijk? Waarom hangen deze aan de muur? Ja. Het zijn eigenlijk drie luiken. Deze drie, ja, heel kleurrijk. En ja, ik ben ook wel gefascineerd van die sieraden. Ik hou zelf ook wel van sieraden, maar dit is, je denkt van goh, dit is ook wel heel ongemakkelijk. Maar ja, de kleurrijkheid en ook het traditionele erin. Dus daar horen deze drie echt heel erg bij elkaar. Deze drie dames, dat was ik op zoek naar oudere wijze vrouwen. En met hen heb ik ook allemaal wel contact gehad waarin verhalen zaten. Heel verdrietig. Ik heb ze alle drie in tranen gezien. Bij de middelste was het zelfs zo dat ze heeft, toen ze een triest verhaal vertelde, was één traan die heeft echt een half uur in dat gultje gehangen. Maar aan de andere kant ook een enorme dankbaarheid en ook blijdschap gewoon in het contact met mij op dat moment. En van alle drie heb ik foto's dat ze dus ook heel verdrietig zijn. Maar daar word ik dan zelf ook wel een beetje verdrietig van. Dus ik dacht, nee, ik vind daar toch wel deze, ja, die dankbaarheid die ze dan ook uitzen in de namaste-groet. Daar word ik dan wel weer heel erg blij van. En toen ik een filmpje maakte van heel veel portretten bij elkaar en dat die mensen dan mij ook zo aankijken, toen kwam het, toen het af was en ik er naar keek, drong het op me door dat ik niet alleen naar die mensen kijk, maar dat zij ook allemaal naar mij hebben gekeken. Dus op het moment dat ik naar die portretten bij elkaar kijk, dan merk ik dat al die mensen naar mij kijken. En dat ik ook heel erg gezien word. En dat raakte me ook wel heel erg. Ja.